Goedemorgen van mij, het is vandaag zondagochtend 13 september. Zo, 13 september, justus, ik bedoel 13 december. En ik ga nu naar het station toe van Rotterdam Noord lopen. En daar ga ik naar Amsterdam toe onder andere. Want de nieuwe tram is in dienst vandaag in Amsterdam. Dus ga ik even ritje maken samen met Jack. Nou, die zien jullie niet in de video, want volgens mij wordt hij niet in de video. Dus we gaan even een paar ritjes mee maken. Wat buslijntjes doen in Amsterdam. Ik weet niet tot hoe laat we blijven. Misschien dat we daar nog even ergens naartoe rijden. Ik heb geen idee. Misschien dat ik ergens anders naartoe rijken. Dus dat is nog geen idee wat ik voor de rest ga doen vandaag. Nadat we klaar zijn in Amsterdam hoor. Nou, in ieder geval, we gaan dus ook eerst naar Amsterdam toe. Je zou denken, nou ik kan natuurlijk rechtstreeks met de sprinter vanuit hier naar Amsterdam. Maar nee, werkzaamheden. Dus de trein rijdt dan niet verder naar Gouda. Dus ik ga dan straks nog door stranden op de InCity direct naar Amsterdam. Want ik heb geen zin in een NS-bus. En ik ben dus nu op weg naar het station. En we zijn dus nu aan het lopen naar het station toe. We zijn op de straatweg. Dus we mogen nog wel even lekker lopen tot dit. Nou, leuk als de eerste tram pas om 8:30 gaat. Nou. Ik zeg dat ding bijna op Centraal is, of op Centraal is, dan ben ik ook bijna op Amsterdam Centraal. En zo dat loopt. Gelukkig is het niet zo koud en het regent ook niet, dat scheelt heel erg. Dus op naar het station. Even kijken of de omroep het doet. Lijn 4, Molenlaan. Vertrek over 42 minuten. Hoor je het? 42 minuten, dat is eng. Heel eng. Dat is ook al lang in de trein hoor. Zie ik misschien al in de Intercity defect. Nou, we zijn nog steeds lekker aan de wandel. Nou, we zijn inmiddels weer op het station. We nog even wachten op de sprinter naar Rotterdam Centraal. En dan het Intercity defect naar Amsterdam Centraal. En de trein rijdt weer godverdomme plus 2. Terwijl die in Gouden begint, what the fuck. Maar de sprinter komt er zo aan en dan nog naar Amsterdam Centraal. En we zitten nu in de sprinter Rotterdam Centraal met een SLT4. Ja, ik ben nog blij dat er überhaupt iets rijdt. Het stationsgat had niks kunnen rijden. Nou, het is gelukkig dat ze nog tot Gouda rijden. Dat komt mij goed uit. En we zometeen hoog op InCity direct er al van 11 over. Dus we zijn waar we nu de Centraal Station. Nou, treintje een aantal met fucking plus 10 op naar Amsterdam. Toen met de Intercity kut defect. Baba. Ik sta inmiddels in Amsterdam, ik moet even wachten op Jack. En er was zijn camera vergeten, dus die had die ene tijd niet gehaald van 8:13. Lekker slim is hij ook alweer om zijn camera te vergeten. Maar we staan dus even hier aan de IJzijde van Amsterdam. Nou, dagkaart heb ik al gehaald voor mij en voor hem. Dus we gaan zo meteen een nieuwe tram mee doen. Ik ben echt fucking benieuwd. En terwijl we zeggen, die stil ja, hond. Sorry. En dan gaan we zo meteen wachten op die matenkop. Dat schiet dus over een kwartiertje, dus dat duurt niet lang meer. En dan gaan we naar Station Zuid en dan daar rijdt de nieuwe tramlijn. Nou, ik zit nu in de metro 52 richting Station Zuid. Nou, dan gaan we de nieuwe tram bekijken. En dan zit ik mee als het kan en op de foto. En nu in de metro, ik vind echt wel dit lelijkste metro van de planeet. Het zit gewoon niet mee. En geef mij maar de rondkant. Dan ga ik lekker terug in zijn. Nou, inmiddels zitten we in de nieuwste trip van Amsterdam. Op de kaf. En hier is de deur. En
Ja, dan ga ik even hier achter zitten. Ja, oké. Nou, we zien de nieuwe tram. We gaan met deze tram mee. We zijn dus bij het eindpunt in de Westerwijk. Nou, we gaan even. Dat is dus de nieuwe tram hier zo. En ja. Dan zijn we nu in de Westerwijk. We hebben net een ritje meegereden met deze tram. En dan gaan we straks weer terug naar een spotplek waar we de tram kunnen fotograferen. En tot straks. Sorry voor de zon, want de zon is kut. En ja, dan zijn we dus nu over de Westerwijk. Eindpunt van de tram. Nu in metro op lijn 51. We gaan zo meteen kijken voor de kersttram op lijn 17. Die rijdt vandaag. Misschien een stukje mee en anders op de foto zoals die zelfs. Dus ja, we gaan op naar een metrostation en dan pakken we daar lijn 17. Fotograferen van lijn 17. Zo, we zijn op Sloterdijk net gegeten. We gaan zo meteen lekker met een oldschool sitar naar Schiphol Airport. En dan vanaf daar gaan we kijken wat we daarna gaan doen voor de rest. En ja, maar die komt over een paar minuten de bus. Dan gaan we lekker met de oldschool streetwagen naar Schiphol. Jee, ik heb er nu al zin in. We zijn weer inmiddels bij de busstation van Noord. Nou, we zijn via bussen te klikken. Zometeen gaan we naar het lijn 38. En daarna gaan we met de ferry naar de overkant, naar Amsterdam. En dan gaan we naar Eiburg met de tram. Dus ja, daar heb ik al wel weer zin in. En daarna zien we nog wel wat we de rest gaan doen. Tot straks. Nou, inmiddels lijn 38 gehad. We gaan nu zo meteen met de boot naar Amsterdam Centraal. Ja, ja. Met de boot. Met de ferry van Amsterdam. Ja, ja. Zo, we zitten in trip 26 naar Eiburg. Twee stellen op de Joost. Ja, ja. En we gaan het overleven. En ja, we gaan nu even mee tot aan het einde van deze trip. Thank you.
Nou, inmiddels zijn we dus weer in Rotterdam met al die lichtjes hier zo. En dat was gezellig, kwam de Robert tegen net. En we zijn met Intercity direct naar Rotterdam gereisd. Nu wacht ik op de tram naar huis. Tot zo. Nou, ik ben bij de Melachterweg. Nou, ik zie mijn bus aan de aankomen. Ja, ik sta even hier binnen te wachten, want er zat zoveel fucking wind. Dus ja. En mijn bus komt al aan. Weer met een 1100 video. Ziet hij al, de deur gaat open. Terwijl ik dacht niet wil. Kloten deur. En nou. Als de bus gelijk rondrijdt, ga ik lekker de bus aan. Het is veel te koud voor vandaag. En nou ja, het was weer gezegd. Dacht, ik kon er nog Robert tegen. Dus ja, we zijn samen geweest nog wat lang in Intercity direct. Dus ja. En tot zo. Nou, ik ga hierbij de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Geef natuurlijk een duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal hier beneden. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Als jullie meer video's van mij willen zien. Dan zie ik bij de volgende video. Laters.